Niet één. Niet twee. Maar drie keer niks. Dat is de titel van het nieuwe boek uit de super succesvolle serie Het leven van een loser van Jeff Kinney. Je weet wel, de verhalen over Bram Botermans. En deze keer heeft hij wat theorieën. Zo gaat hij ervan uit dat zijn leven eigenlijk een tv-show is waar heel veel mensen naar kijken. En achter spiegels zitten dan de camera's. En zijn familieleden zijn natuurlijk gewoon acteurs of misschien zelfs robots. Maar ja, dat laatste heeft hij nog niet kunnen bewijzen. Nog een theorie van Bram is dat vliegen drones zijn van aliens. Maar ja, waarom die aliens dan zo geïnteresseerd zijn in hondenpoep, daar is die dan nog niet helemaal uit. Bram heeft in ieder geval het gevoel dat iemand ergens hem volgt. Verder gaat Bram naar een Halloweenfeestje, krijgt hij nachtmerries van spannende boeken en komt hij op het idee om een horrorfilm te maken met Theo, die alles maar eng vindt. Een film over vleesetende wormen. Natuurlijk krijgt Bram ook hier weer regelmatig straf, maar dat houdt hem niet tegen om weer nieuwe plannen en theorieën te bedenken. En wat denk je zelf? Wordt die film van Bram een succes? Wordt hij nu echt beroemd? Of wordt het gewoon weer drie keer niks?